Brandoil Tankstations, hilarious creatieve reclamemakers en de Promotion Support Club van FC Zutphen, enthousiaste aanhangers van FC Zutphen Internet TV. Ja, Arjen Bredewold, mooi dat u zo snel voor de camera wilt verschijnen na de 5-3 nederlaag na verlenging tegen FC Zutphen. Wat vond u van de wedstrijd? Ja, dit is na-competitievoetbal, hè? Ja, prachtige wedstrijd. En natuurlijk verschrikkelijk jammer dat hij niet onze kant opvalt in de einduitslag. Maar dit zijn de wedstrijden waar je natuurlijk voor speelt, zeg maar, tijdens de hele competitie. Ja, want het was voor ons kantje boord. In de 89e minuut maken we de 3-3, waar we eigenlijk niet meer op gerekend hadden. Hè? Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, goed, dat hoort erbij. Ja, het was trouwens de 2-2. Dus in de wedstrijd zelf. Maar het kon ook wel verschillende kanten op. En wij Zutphen had wat meer het veldspel. Een paar handige, behendige jongens erin lopen. Nou, daar hadden we met name in de eerste helft, het laatste kwartiertje, meer moeite mee. Maar daarvoor, in de omschakeling en in de aanval, de keren dat we voor de goal kwamen, waren we natuurlijk levensgevaarlijk. We schieten 2 keer op de paal. Eén keer nog voor de 1-0. En 1 keer na de 1-0. Dus ja, op dat moment kun je misschien al wel het verschil maken van 2 doelpunten. En dan wordt het natuurlijk wel heel erg moeilijk voor Zutphen. Nou ja, goed, dat gebeurt niet. We speelden nog steeds goed vanuit de organisatie. En we waren gewoon heel gevaarlijk met uitvallen. Nee, dat klopt. En ik begreep ook dat jullie een sterke periode achter de rug hebben in het seizoen. Hè? Ja. Ja, een hele lange, eigenlijk stabiele periode vanaf november vorig jaar. Spelen we eigenlijk al heel stabiel en goed voetbal bij Vlagen. Het is niet altijd even goed, maar dat is bij iedere ploeg zo. Maar ook heel stabiel in de resultaten en dergelijke. Dus vandaar dat de na-competitie zelf was natuurlijk gewoon meer dan verdiend en terecht. Nou, en uiteraard hadden we verschrikkelijk graag doorgegaan. Maar ik kan alleen maar verschrikkelijk trots zijn, zeg maar, op die jongens. En dat heb ik ze net ook even moeten vertellen, heb ik ze ook verteld. Want ik moest even mee, want ze zitten helemaal stuk. Dat kan ik me inderdaad voorstellen. Dat geldt denk ik voor FC Zutphen ook. En ik ben helemaal mee eens, een prachtige wedstrijd. Nu kijk ik al even vooruit naar volgende week. Jullie hebben de laatste competitiewedstrijd tegen Rauwveen gespeeld. 2-1 gewonnen thuis. Wat is Rauwveen voor ploeg? Nou, ik denk wel een beetje te vergelijken met ons. Ja, dus ze zullen ongeveer hetzelfde spelen. Nou, en ook zij een beetje wisselvallig begin van de competitie gehad. En daarna eigenlijk ook heel stabiel. Ze zijn ook terecht tweede geworden in de competitie. Dus dat kan maar zo weer eenzelfde wedstrijd worden als vandaag. Laatste vraag nog even. Waar zit hun kracht met name? Nou, met name in de aanval.